Welkom in Berkheide. Hier in Berkheide maken we drinkwater voor de inwoners van Katwijk en omgeving. Het aantal inwoners in onze regio blijft stijgen en de vraag naar drinkwater dus ook. Om op korte termijn 7 miljard liter extra water te kunnen produceren, werken we aan deze waterwinning en aan alle techniek die onder het pad ligt. Het water in de infiltratieplassen infiltreert in de bodem en wordt via de groene putten weer omhoog gepompt. Vervolgens wordt het via leidingen naar het pompstation getransporteerd. Voor deze werkzaamheden gaan we vanaf september 2024 tot voorjaar 2025 hier aan het werk. Dat betekent dat het wandelpad wordt afgesloten en dat er hier iets anders uit komt te zien. Ik ben Gijs. Ik beheer samen met collega's dit mooie duingebied Berkheide. We willen de natuur zijn gang laten gaan, maar aan de andere kant willen we niet dat het hele duin bos wordt. Nu we hier toch bezig gaan met de waterwinning, is het voor ons logisch als natuurbeheerder dat we gelijk de natuur gaan ontwikkelen. Daarom doen we twee dingen. Ten eerste leggen we een infiltratieplas aan, waardoor we de waterstanden in de natte duinvalleien beter kunnen beheersen en de natuur daar goed kunnen laten ontwikkelen. Ten tweede gaan we de duin weer openmaken. Daarbij halen we bos weg, de exoten halen we weg, zoals Amerikaanse vogelkers en rimpelroos. En we halen ook duindoorns weg. Als we de duindoorns weghalen, gaat de duin weer stuiven, wat goed is voor de biodiversiteit in het duinlandschap. Denk dus niet, als je hier straks loopt, wat is het hier kaal? Dat is goed voor het duin. Voordat we in het Natura 2000 gebied aan het werk mogen, nemen we verschillende maatregelen om de natuur te beschermen. We weten wat hier leeft, groeit en bloeit en houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Zo verplaatsen we bijvoorbeeld eerst aanwezige dieren uit het gebied. Hiervoor is 4 kilometer paddenschermen rondom het werkgebied geplaatst om rugstreeppadden en zandhagedissen te vangen en ze weg te houden. Tijdens de werkzaamheden blijven we uiteraard zorgvuldig werken en proberen we verstoringen zoveel mogelijk te voorkomen. We begrijpen dat het vervelend is dat het veelgebruikte pad 6 maanden is afgesloten. Maar uiteindelijk komt het ten goede aan de kwaliteit van uw drinkwater en de natuur. Mocht u vragen hebben, kijk dan op dunea.nl/berkheide.